Toen wij het hier kwamen bezichtigen, troffen we een huis aan leeg. Stond al maanden leeg. En in de keuken stond een tafel. En daar stond een aangebroken fles wijn op. Het was net of het ontbijt net geweest was. Hè? Alleen met het verschil van dat je kon zien, de spinnenkoppen zaten er overheen. Er lag nog een boterham verschimmeld op een bord. En later bleek dat mevrouw Volmer, die hier oorspronkelijk woonde, dat die van de ene dag op de andere naar het verpleeghuis was gebracht. En toen hebben we rondgelopen in dit huis. Een oud huis, door een oude mevrouw bewoond. En het zag er eigenlijk wat spookachtig uit. En later bleek dat die mevrouw al 10 jaar niet op de eerste verdieping was geweest. En al 20 jaar niet meer op de vliering. Het is 2021 en nu vind jij iets op die zolder waarvan je denkt van, hey. Ik kwam wel eens op de zolder en dan deed ik dat luikje open, want het is toen hadden we nog, het was zo'n klein luikje en heb ik er een vliezotrap van gemaakt. Ik kwam eerst een grote foto tegen tussen de balken en toen een kleinere foto. En dan denk ik, wie zijn dat? Ik werd nieuwsgierig, dus ik heb ze een beetje opgepoetst, ze lagen keurig tussen de balken. En een hele strenge mevrouw was gezien. En dan denk ik, wie zijn dat? Dus ik hier links rechts is gevraagd. Niemand kende ze. Het enige wat ze wisten is dat hier mevrouw Volmer had gewoond. En dat hij hier was komen wonen met dokter Volmer. En die is in 1948 overleden. Maar dat was de huisarts en die woonde oorspronkelijk aan de overkant waar dokter Breekland, want die heeft zijn praktijk overgenomen. We dachten aanvankelijk dat die grote foto zou zijn van de mevrouw die dit huis heeft gebouwd. Daar heb ik begrepen dat dat mevrouw van een van de textielfabrieken was. Maar daar ben ik nooit achter gekomen. Maar toen heb ik gezegd, ja, wie kan mij vertellen wie deze dames zijn, want het zijn zo te zien dames van redelijke komaf, geen arme dames. Nou, niemand kon mij wat vertellen. En toen heb ik een briefje geschreven met de foto's naar de Tubantia en gevraagd of ze in het rubriekje van lezers helpen lezers, of ze daar dat in wilden zetten met de vraag, wie kent deze dames? Een aantal mensen gebeld naar Tubantia. En die hebben aangegeven wie de dames waren. Dus ik heb de informatie binnen. Vertel. Die oude, die grote foto van die hele statige mevrouw, dat is de moeder van dokter Volmer. En dat kleinere fotootje van die aardige dame, dat blijkt de moeder te zijn van mevrouw Volmer. Ik wil nu weten van wie de familieleden zijn, want de zoon van mevrouw Volmer is overleden. Die heeft nog een zoon ergens, die moet nu in de 40 zijn. Want ik wil ze graag hun de foto's geven die ik heb gevonden.